Ledendemocratie. Dat klinkt heel mooi, maar de Partij van de Arbeid is misschien wel de enige partij waar jij als lid echt iets kan betekenen en je ideeën kan omzetten in werkelijkheid. Onze leden bepalen de koers van de partij, stellen het verkiezingsprogramma vast en bepalen ook nog eens welke poppetjes er aan het roer staan. En dat allemaal op een heel eenvoudige manier. Hoe dat in zijn werk gaat? Het uitgangspunt is simpel. Als je lid bent van de PvdA, heb jij het voor het zeggen. One person, one vote. Allereerst kan iedereen, ook niet-leden, ideeën aandragen. Want hoe meer mensen meepraten, hoe beter. Dat kan offline en online in de zogenoemde wandelgangen. Het kan bijvoorbeeld gaan om plannen tegen de toenemende tweedeling in het onderwijs. Of een voorstel om als PvdA meer in te zetten op het aanpakken van belastingontwijkende multinationals. Leden dienen voorstellen die uit de wandelgangen voortkomen in, online, in de ledenkamer. Als zo'n voorstel op genoeg steun kan rekenen, wordt het per enquête voorgelegd aan alle leden, oftewel het stemlokaal. Definitieve besluiten nemen we tenslotte op een politieke ledenraad of congres. Wanneer uit het stemlokaal blijkt dat de meeste leden voor of juist tegen een voorstel zijn en er geen redenen zijn om het voorstel verder te bespreken, dan is dat officieel door de PvdA besloten. Over voorstellen waarover de meningen meer zijn verdeeld, wordt verder gediscussieerd en uiteindelijk gestemd. Je stemt vanuit de zaal of gewoon vanuit je luie stoel via computer, tablet of telefoon. Simpelweg de livestream volgen via pvda.nl en stemmen via PvdA stemt. En als lid bepaal je samen met alle andere leden ook nog eens wie er aan het roer staat. Landelijk en bij jou in de buurt. Kortom, jij bepaalt hoe we als PvdA de uitdagingen van de toekomst tegemoet gaan. Samen vooruit. Meer weten? pvda.nl/ledendemocratie.